Studenten hangen al even niet meer boven de boeken. De vakantie is begonnen. Maar het studentenleven is hard en duur. Reporters Lena en Brigitte trokken erop uit om na te gaan hoe je creatief en goedkoop reist. Een koekje meegenomen van de koffie. En daarmee gaan we nu een ruildag starten om een gratis figuurtje te versieren. De eerste buiten is al binnen. We zijn van een koekje gaan naar een zak Cheetos. We zijn dus aangekomen in Amsterdam via een lift. En ik heb bijvoorbeeld nog nooit gelift. Maar het is wel een heel leuke manier om te reizen, want het is heel sociaal. Goedemiddag, hebben jullie nog plaats voor één tentje en twee personen? Ik heb één tent en twee personen. Voor één nacht wordt het 18 euro en je krijgt dus geld. Lena en Brigitte brengen hun eerste nacht door op Stadscamping Rotterdam. Op een camping slapen is niet altijd evident. Moet jij ook in je tent af? Ja, volledig. De volgende dag gooien ze het over een andere boeg. Ze gaan couchsurfen. Dat is een internationaal gastvrijheidsnetwerk waarop leden andere leden kunnen vragen voor een gratis overnachting. Couchsurfing is in principe gratis. En wat zijn zo de bedankjes die je daarvoor terugkrijgt? Koken, mensen die liedjes zingen. Ja, het is heel divers. You can be who you wanna be. Ja, het verrijkt je wereld. Als je zoveel cultuur op bezoek krijgt, dan hoor je verschillende muziek van verschillende mensen. Je proeft verschillend eten en ja, je krijgt gewoon heel veel en je geeft ook heel veel. Dus het is gewoon geven en nemen en dat is gewoon mooi. Lena sluit af met een goede tip voor lifters. Vanaf dat je echt helemaal enthousiast bent en je wil echt op een andere plek geraken, zien de mensen ook wel dat je dat echt wilt. Dus gaan ze ook wel sneller geneigd zijn om je mee te nemen. Dus ik geef jullie gewoon mee om zo enthousiast mogelijk te zijn. En dan ga je zeker in een andere stad geraken. Slaap lekker. Slaap wel.